Welkom beste mensen in dienstencentrum De Fontaan. Mijn naam is Judith. En mijn naam is Paul. Borgerhout TV heeft voor jullie weer een nieuwsoverzicht gemaakt van alles wat er in Borgerhout de voorbije week gebeurd is. Inderdaad, Paul. Wat is er allemaal gebeurd? Wel, deze week vierden we in Borgerhout een briljante bruiloft van de 92-jarige Karel de Moor en de 86-jarige Rosina de Vuist. Na 65 jaar zijn ze nog steeds even verliefd. Wij van Borgerhout TV wensen hen alvast van harte proficiat. Inderdaad, maar nu het minder goede nieuws. Want voor de schoolpoort van basisschool Mozaïek in de Blijde Inkomstraat zou voorbij dinsdag een poging tot ontvoering van een 9-jarige leerling hebben plaatsgevonden. Een reportage. Voor de schoolpoort van basisschool Mozaïek in de Blijde Inkomstraat in Borgerhout zou voorbij dinsdag een poging tot ontvoering van een 9-jarige leerling hebben plaatsgevonden. De woordvoerder van het parket van Antwerpen geeft aan Borgerhout TV meer uitleg. Dinsdag 4 juni omstreeks 16 uur, bij het beëindigen van de school, een kind, een 9-jarig meisje, benaderd zijn geweest door een man. Die zou er hebben proberen lokken met een doos met snoepjes. Die man heeft dat kind vervolgens vastgenomen. Dat kind heeft zich losgerukt, is samen met haar broertje naar huis gelopen. Waarna de moeder aangifte heeft gedaan bij de politie. En dat is het relaas van de moeder, zoals het in een procesverbaal is gegoten. In dat verhaal klinken wel veel zou, hè? Ja, uiteraard. Zo gaat dat in een onderzoek. Er is een aangifte geweest door de moeder. Het parket neemt dit uiteraard au sérieux, want het zou dan gaan om een poging tot ontvoering. Maar wij voeren nu een onderzoek om de precieze toedrechter feiten te achterhalen en om eventuele verdachten te identificeren en uiteraard ook te arresteren. Want er is ook sprake van een auto waar drie andere mannen in zaten? Klopt. Volgens het relaas van dat meisje zou die man, die haar heeft geprobeerd te lokken, of zou geprobeerd hebben te lokken, was die niet alleen, maar was die vergezeld van een drietal andere personen die in een voertuig zich ook bij die plaats ophielden. Het parket onderlijnt dat er geen reden tot paniek is, maar vindt waakzaamheid wel aangewezen. Zo wordt dat ook meegegeven in de scholen. Laat ons waakzaam zijn. Maar geen reden tot paniek, te meer daar dit vooralsnog om een geïsoleerd geval zou gaan. U herinnert zich die andere feiten van poging tot ontvoering in scholen in Deurne. Daar werd toen een verdachte vrouw voor gearresteerd. Die is ondertussen opgenomen in een psychiatrische instelling. Dus deze feiten van de school, de Mozaïek, staan daar vooralsnog los van. Het gaat om een geïsoleerd geval, dus inderdaad geen reden tot paniek, maar wel waakzaamheid. De directie van de school doet intussen het nodige om zowel leerlingen als ouders hiervoor te sensibiliseren en om hen goed te informeren. Sindsdien circuleren op Facebook allerlei berichten over nog meer ontvoeringspogingen. Maar die zijn volgens de politie niet waar. We blijven bij de politie, want die is op zoek naar de daders van een inbraak in de Vosstraat in Borgerhout. De directrice van jeugdinstelling De Kleine Vos aan de Vosstraat ontdekte gistermorgen dat het onderste deel van de voordeur werd ingestampt. De daders braken de instelling binnen en doorzochten het volledige gebouw. Ze gingen aan de haal met een laptop, videocamera en beamer. De politie startte een buurtonderzoek en vorderde het labo voor sporenonderzoek. Maar ook in schoenenwinkel Scapino zijn inbrekers op bezoek geweest. Schoenenwinkel Scapino in de Carnotstraat kreeg in de nacht van zondag op maandag inbrekers over de vloer. Die konden wellicht via een afgesloten gat in de muur de zaak binnendringen. Ze braken een kast open en maakten een koffer met wisselgeld en een som geld buit. De politie verwittigde het labo voor sporenonderzoek. We sluiten dit nieuwsoverzicht af met een reportage over het stadsfestival Borgerio. Deze zaterdag verwacht men in Borgerhout weer zo'n 30.000 bezoekers. Een grote palmboom aan het Ecohuis op de Turnhoutse baan kondigt aan dat deze zaterdag, de 7e editie van Borgerio, de Turnhoutse baan weer volledig zal inpalmen. De organisatoren van dit uit de kluiten gegroeide gratis stadsfestival verwachten ook dit jaar opnieuw een massa volk. Het is de 7e keer dat we Borgerio vieren en het trekt altijd enorm veel volk naar hier. Vorige keer was er 40.000 man op en rond de Turnhoutse baan. Ja, het is eigenlijk een beetje uit zijn voegen gebarst. Het is iets meer dan wat we eigenlijk hadden gedacht of te realiseren. Maar dit overstijgt toch ook wel Borgerhout. Dit is echt een stadsfestival waar zelfs mensen van buiten Antwerpen naartoe komen, hè?
Ja, heel veel. Hè. We zitten hier met 40.000, 50.000 toeschouwers. En Borgerio is gekend tot over de grenzen. Dus, gekend tot over de grenzen en ook door het stadsbestuur, dat voor Borgerio zeer goed samenwerkte met het bestuur van Borgerhout. Voor zo'n leuke evenementen verloopt het eigenlijk heel goed. En we zien dat we elkaar hier toch in kunnen vinden en dat we eigenlijk allebei hetzelfde willen. Samen met het Ecohuis, de winkeliersvereniging Boho 2140 en tal van andere organisaties hebben ze de handen in elkaar geslagen om Borgerio dit jaar nog diverser en leuker te maken. Zo is de parade toegenomen van 250 naar meer dan 400 dansers en danseressen. Er zijn groepen bij uit Brazilië, Suriname, Honduras, Senegal en noem maar op. En dan hier uit België eigenlijk, Brussel, Marokkaanse groep, Rimorque. Er is ook een Arabische oase met een Marokkaans theesalon en een terras waar tagines, maar ook Belgische frietjes geserveerd worden. Dat is om de mensen leren de cultuur van de Arabische wereld te leren kennen en te kunnen aan deelnemen. Borgerio 2013 wordt afgesloten met een gratis afterparty in de Roma. De die-hard feestgangers kunnen vanaf middernacht voor €6 verder feesten in Bar Venetië. En Judith, ga jij naar Borgerio? Natuurlijk, want dit evenement wil ik voor geen geld missen. Oké, Judith, misschien komen we elkaar daar wel tegen. In elk geval brengen wij u volgende week een verslag over Borgerio 2013. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.